culinaire vrienden van Nederland, wat hebben we de komende paar weken in actie voor jullie? Wat denk je van dit? Mooie, de roodbaas. Wat is hier zo bijzonder aan? Het is een exemplaar uit IJsland. Dus compleet zuiver water resulteert in mooie kwaliteit. En hoe herken je mooie kwaliteit? Kijk altijd even naar de oogjes. Hè. Het moet mooi helder zijn. Zit er bijvoorbeeld een witte stip in? Ik garandeer je, dan komt hij uit de vriezer. En kijk natuurlijk altijd eventjes naar de kieuwen. En je moet dat even ruiken. Je moet de zee ruiken. Dan heb je mooie verse exemplaren. Nou, dit is een formaatje wat bescheiden is. Maar er zijn natuurlijk ook gigantische roodbazen van 6 tot 8 kilo per stuk. Ja, en daar heb je ook hele mooie filet van. Kijk eens wat een knaap al dit. Zowel hele filets als haasjes zijn de komende weken verkrijgbaar. Speciaal geprijsd voor jullie. Tuurlijk zijn er prijsverschillen. Tuurlijk zijn er smaakverschillen. Waar het om gaat, we hebben de keus. En de roodbaas is de komende weken volop in het seizoen. En dat is eigenlijk wat we allemaal zouden moeten doen. Ik zou zeggen, de komende weken doe je best met de roodbaas.